is dit huis vertrouwd en voor de ander wellicht een eerste kennismaking. In dit huis is een ruimte voor vreugde en dankbaarheid. Hier zijn we bij de Luidgrok en ook van het uurwerk, hè? Ja, die speelt hier ook met het uurwerk mee. Ja, dat speelt ook. Dan kunnen we eens even kijken. Het moet een andere kant zijn. Dan kun je de hamer zien. Ja, mooie inscriptie. En hier zien we dan de hamer. Die de half uur even een... Ben, het is 12 uur. Dan ben je bijna doof. Dan stijgen je uit je schoenen. He? Nou, en die aandrijving gaat helemaal naar beneden. Deze staaldraad die verzorgt dan een uur en een half uur. Tenminste, het uurwerk dan. Maar... Dat is dus het gedeelte waar je de klok mee luidt. Kijk, raad je ziet. Een beetje, anders gaat die herrie maken. Ja. Je ziet de transmissiestangen naar de wijzerplaten. Drie wijzerplaten. En daar zitten de wijzers al vast natuurlijk. Juist, dan gaat hij naar buiten. Ja, vorige keer liep er eentje achter. Dat doe ik met Jan de Koster, doen we dat samen, met hem ook op de telefoon. Want als je dat vastzet, en je zegt ja, tenminste zeg hij ja, hij is nou goed, dan duurt het een halve minuut voordat hij meegenomen wordt. Zoveel speling zit erop. En dan gaat pas die wijzer draaien. Dus je moet hem altijd een half minuut voorzetten, als je aan het stellen bent, en dan loopt hij gelijk. Ja. En met je mobiele telefoon heb je dus de juiste tijd bij je dan? Ja, dan zit hij beneden, dan, zegt hij, en dan staat hij buiten, dan zegt hij ja Henk, zet hem nu weer vast. Ja. Dan staat hij een half minuut voor, dan zet ik hem vast. Ja. En dan... Dan loopt het gelijk. Maar dit is dus het oude uurwerk? Ja. Wat wel omgebouwd is elektrisch. Want het dat kleine elektromotortje? Ja, nou ik één dat glimmende ding per minuut maken. Want de kosten moesten natuurlijk iedere dag naar boven 40 treden om het uurwerk op te winden. Slinger hangt er al bij. Ja. Moest hij dan lang draaien of? Nou, hoe ver dat weet ik ook. Nee. Zal toch een aardig eentje zijn hoor, want het is een daguurwerk. Zie je? Juist. Dit doe ik het met de hand, maar dat hoort dan met het apparaat. Hè? Alles voegwerk dat gaat blazen. En wat ze daar al niet allemaal aan gedaan hebben. Ja, want het vocht van de buitenkant, dat trekt hier dus, omdat het hier warmer is, trekt hier naartoe. Maar het trekt gaat verdampen en dat drukt dan de specialaars er weer af. Luchtvochtigheid. Ja, de luchtvochtigheid, dat moet circuleren vanwege het orgel. Ja. Het orgel blijft natuurlijk altijd een... Een probleem, omdat...
En zo hebben we een blik op de speeltafel van het orgel. We zitten hier dus bovenop het... Helemaal, de zolder. Dus boven het... Van het schip? Ja. Als je nou je camera laat vallen, komt je ertussen, dan kom je er nooit meer bij. Maar je ziet het hele gebeuren vastgezet met de kerk. Ja, dat is die... Kost weer geld. Ja. Dat kost inderdaad geld. Ja, wat voor gebrek heb je nu geconstateerd hier? Dat de kozijnstuin aan de onderkant door houtrot zijn aangetast. Ja. Dat is jammer natuurlijk, hè? Ja, dat is jammer, ja. Wat liever dat je het niet gezegd had. Hadden we er ook niet aan om te kijken. Nee, ja. Die valt er niet meer af. Hè? Hier hoeven we er niet zoveel, want dat op de achterkant. Kijk eens jongens. Keurig, alles brandt. Waarom doet het niet? Ja, die doet het wel. Ja, die doet het wel. Lekker meteen. Ja. Deze draait mee. Het is niet anders. Nou, plak hem maar even vast. Ja.
Het is niet anders. Dan maar zonder lampje erin. Ja, geen lampje in. Het is niet anders. Oh.
Onder die doden zijn de doden van het bombardement op Rotterdam door de Duitsers. Maar ook de doden die vielen op Walcheren door een vergissingsbombardement door de Engelsen. En natuurlijk de 104.000 Joden, zigeuners, geestelijke gehandicapten en homoseksuelen, die werden vermoord omdat zij niet voldeden aan de standaard en de zuiver Germaanse rassen. Wij herinneren vanavond ook de 6200 gesneuvelden in Ingrid en in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. En daarnaast herdenken we de 186 mannen en vrouwen die sinds 1945 om het leven zijn gekomen bij vredesoperaties. Als je deze getallen hoort, zeggen ze weinig. Het zegt veel meer als die getallen gevisualiseerd worden op de oorlogsbegraafplaats met hun eindeloze rijen kruisen op exact dezelfde afstand en op alle kruis de naam van de persoon die daar begraven ligt. Getallen krijgen pas inhoud als je een gezicht, een verhaal krijgt. Die leven niet in de strijd. Beleid dat we doen in verleden mogen vergeten. En dan van volgende leven in vrijheid. Wat
vandaag feest, omdat deze mensen, Barbara en Albert, met elkaar in de echt zijn verbonden. Soms om dingen op de teksten of vormen op zerken kan je niet zo goed lezen. En één manier om die zerken, om die teksten leesbaar te maken, is door er een puzzel van te maken. Er liggen papieren. En als je denkt van hé, daar heb ik zin in om zo'n mooie vorm over te nemen, bijvoorbeeld zo'n hartje, kan je dat gewoon gaan doen. Was van 8 en 2. Nee, moet je goed kijken, het zijn twee mensen. Hè? Oh, het zijn twee mensen, ja. Oh ja. Het is allemaal 58 jaar geworden, maar. Dat is die meneer, Gerrit de Boer. En dit is zijn vrouw, Petronella Leninger. Thank you.
samen of alleen, van verder weg of dichterbij. Voor de een is dit huis vertrouwd en voor de ander wellicht een eerste kennismaking. In dit huis is een ruimte voor vreugde en dankbaarheid, maar ook voor je verdriet, je zorg, je stemmeloos zijn. Weet je gezien, weet je gehoord door onze God, licht van de wereld, pompom voor de groei van mensen.